En toen je op een gegeven moment zeg maar weer met die band begon te spelen, ja. Hoe was dat? Was het nog speciaal? Want je had al een paar jaar denk ik niet meer met een band gespeeld. Ja, dat was geweldig. Ik heb in die tussentijd altijd met computers en dingen gespeeld, sequencers. En dan heb je weer een echte band, dat is heerlijk. Een drummer die de boel opzweept. Vertragingen, fouten. Ja, dat is heel leuk om te doen. Spanning. En je staat er niet meer alleen voor, dat scheelt ook. Dus het was gelijk heel leuk. Het is ook een hele leuke band. Aardige mensen en niet te veel toestanden. En heb je nog, zeg maar, die nummers die ons, hoe ontstaan, of hoe zijn die nummers ontstaan, zeg maar, voor Madur? Ja, ik schrijf nog steeds de nummers. En al voegen de anderen er wel een hoop aan toe, hoor. Dus waar een paar nummers zag ik waarin op een gegeven moment ook gewoon samenwerkingen waren. Ja. Dus ik heb altijd zo'n stuk of 30 in mijn hoofd. Of althans stukjes. En die in de loop der jaren worden die bij elkaar gevoegd. En dan dat stukje van dat wordt daarvoor gebruikt. En dan speel ik het gewoon voor in de oefenruimte. En soms voegt iemand er iets aan toe wat echt van belang is, zeg maar. En dan krijg je een soort co-writerschap. Maar ja, over het algemeen staat mijn naam er wel onder. Ja. Is er nog een speciale reden waarom je nu voor de sitar gekozen hebt als extra snaarinstrument? Die had ik toevallig gekocht. En ik wilde er altijd iets mee doen. En het slaat enorm aan live. Als ik dat ding tevoorschijn haal, dan denken mensen, wat is dat nou weer? Die weten helemaal niet dat het een sitar is. Of een harp, denken ze. Of een banjo noemen ze het. Maar het is gelijk heel exotisch. Heel, je zit gelijk in India. Als je het hoort. Okay, want vorige plaats zeg maar dus dat Hawaiiaans of Dead Man's Surfing Hawaiiaans gemengd met een beetje Oosterse invloeden. Ja. Deze plaat, voor jou zeg maar qua invloeden, hoe zou je deze typeren? Ik bedoel, blijf surf, maar... Ja, blijf surf, maar er zit ook aardig wat psychedelica in. Van die omgekeerde gitaren en... Ja. Het gaat tegenwoordig wat makkelijker dan vroeger. Dan moet je echt de tape omdraaien. Gedoe en ellende. Oost-Europees zit erin. Klein beetje Afrikaans, Grieks. Bewust? Of kwam er dan later? Dat bedenk je later pas. Ja. Of dan zet je weer een bandje op en dan denk je van, oh, daar heb ik het van. Noem eens iets bijvoorbeeld. Zeg maar. Noem eens een nummer waar je zegt van, hey, verrek, dat is die invloed geweest. Bijvoorbeeld het nummer Vies Mi wat er staat. Vies Mi betekent thuis gewoon vies mineur. Dus eigenlijk nooit een titel gekomen. Maar goed. Je hebt zo'n serie Ethiopiek. Ik weet niet of je dat kent. Dat is dat is muziek uit midden jaren 60. Toen had je in Ethiopië echt een hele goede muziek scene. Ze kregen instrumenten van de staat. En dus echt ook hele mooie Fender instrumenten en zo. En die klonken geweldig. Heel erg westers en heel erg Afrikaans. En er zat eens een soort repeteerloopje in. En dat heb ik gewoon daarvoor gebruikt. Of onbewust zit dat erin, hoor ik. Ja, mensen zullen het niet echt herkennen, hoor. Maar ik weet wel dat het zo is. Oké, en nog een...